Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze uitzending. Want we zitten op deel 2 van de serie van 6. En we gaan naar onze 96e podcast in. En we gaan deze week naar de 100 toe. Dus ik ga er even een aantal achter elkaar opnemen. Het is uh, een beetje vakantie hier. Dus ik heb ook meer tijd. En misschien heb jij ook al meer tijd om te luisteren. Dus. De zes verschillende mogelijkheden met Fight to Five Your Life. En het thema is eigenlijk, ja, inkomen is geen overbodige luxe. Vorige keer hebben we het gehad wat belangrijk is om zelf, wat je aan je, de verdiensten die je zelf behaalt, wanneer je met Fight to Five Your Life gaat werken, dat gaat over hoe je energie ervaart, hoe je door met fijne mensen samen te werken positiviteit krijgt, waardoor je actiever bent, waardoor je meer geluk, energie en geluk creëert. Dit deel gaat over meteen direct geld in het laadje. Hoe doe je dat met Five to Five Your Life? Ik denk als je al eerder podcast hebt geluisterd, dan weet je dat we samenwerken met het bedrijf Forever Living Products. Dat is een netwerkmarketingbedrijf marketingbedrijf waarmee je op verschillende manieren inkomsten kunt realiseren. En eentje daarvan is iets waar heel veel mensen in eerste instantie vaak weerstand tegen hebben, maar wat het meest vanzelfsprekend is en wat, wat vaak al de eerste verdiensten zijn wanneer je met ons gaat samenwerken. Toen ik met Forever in contact kwam, toen dacht ik, ik ben helemaal geen verkoper. Ik ben helemaal geen type om uh, met producten te leuren. Dat was mijn idee daarbij. Nou, Forever heeft namelijk uh, allerlei producten op het gebied van gezondheid, welzijn, je goed voelen er beter uitzien, meer energie hebben, maar ook gewoon je immuunsysteem versterken. En ik denk dat in deze tijd waar we nu in leven en zeker in de winter, mensen daar echt wel steeds meer voor open gaan staan. Maar goed, dat even buiten beschouwing gelaten. De eerste verdienste is door direct geld in het laadje te krijgen, door middel van het aanbevelen van producten. En als je dan denkt aan verkooppraatjes, verkooptechnieken, dan heb je het helemaal mis, want dit gaat vaak vanuit enthousiasme. Wanneer jij namelijk zelf ervaart wat producten met je doen, dat je meer energie hebt. Toen ik hiermee startte, had ik bijvoorbeeld al vrij snel in de eerste week. Dat ik een, 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 een situatie tussen mijn tenen had, waardoor ik heel veel kriebels had. En ik dacht, nou laten we daar in ieder geval eens de aloe vera jelly op gaan smeren. Nou, ik had echt al direct dat ik dacht: Wauw, dit is echt goed spul. Nou, wat doe je dan automatisch? Je praat daarover met anderen. Het was ook heel mooi. Ik was, ik was gestart. Ik had een, een doos met producten thuis gekregen, die stonden nog in de doos ingepakt. Ik ging ze uitpakken, toen liep mijn buurvrouw binnen en die zei, wat heb je daar? Dus ik zei, nou, ik ben iets nieuws gestart, ik weet nog niet precies wat het allemaal is, ik ga het net uitpakken. Als je wil, kijk maar even mee. Dus zij stond erbij, ik pakte alles uit de doos, ik, maakte de, ik haalde de dopjes eraf, de sieltjes eraf en ik ging gelijk gewoon wat dingen uitproberen. Zo had ik onder andere een hele mooie huidcreme, Moisturizing Cream heet die... En die rook al heel erg lekker. Ik smeerde hem zo op mijn handen. Ik liet ook mijn buurvrouw een beetje proberen. En toen zei ze gelijk: Oh, die wil ik wel. Wat kost die? Ik wist de prijzen nog niet eens. Dus ik pak mijn prijslijst erbij. En uh, nou ja, ze kocht hem. Dat was mijn eerste klant. Ik had direct meteen mijn eerste geld terug van de investering die ik had gedaan. Toen dacht ik: Wow, als dit zo gemakkelijk is. Nou, natuurlijk gaat het niet altijd zomaar vanzelf. Nou, wat heb ik toen gedaan? Ik ben gewoon een aantal mensen gaan vertellen dat ik dit ben gaan doen. En ik, ik wilde ze een, een lezing geven over wat is nou precies aloe vera en wat doet het met je. Ik had daar inmiddels al een mooie video van, een mooie videoband. Als toen nog videobanden hè, in plaats van cd's of YouTube filmpjes. En eh, zo had ik een aantal mensen gewoon gevraagd om eens mee te luisteren. En, zodat ik kon leren om daar meer over te kunnen vertellen. Ik had niet in de gaten dat ik dat zo leuk zou vinden. En als je tegen mij had gezegd in het begin van, nou je gaat een, een avond organiseren, een productverkoopavond, had ik vierkant uitgelachen. Maar toch was ik zo enthousiast geworden, zelf door mijn eigen ervaring, dat ik ook echt heel graag andere mensen over wilde vertellen. Dus ik heb zo, ik denk in mijn hele carrière van 22 jaar, misschien zes keer zo'n avond georganiseerd. En daardoor had ik wel mijn allereerste klanten. Ik verkocht de dranken ik had binnen twee weken het geld terugverdiend wat ik had, uh, ge, waar ik, wat ik had besteed aan het uh, inkopen van die producten. Dus de eerste verdienste is iets wat zo natuurlijk is. Als je ergens enthousiast over bent, dan, dan vertel je daarover. Als je een nieuwe telefoon hebt of een nieuwe auto hebt of een nieuwe laptop hebt, die laat je ook zien aan je familie of je broer of je zus of je vriendin als die komt. Als je er tenminste blij mee bent. Zonder dat je het wil opscheppen, maar gewoon omdat je gewoon enthousiast bent. Ik zie het als dat je soms dan toch weer dat kind in jezelf naar boven haalt, die gewoon blij is met iets wat hij net gekregen heeft of wat hij net verdiend heeft. Nou, zo is dat dus ook met ons werk. Wanneer jij hiermee in aanraking komt, dan word je enthousiast door de mensen, door de sfeer, maar ook door de producten. Dus op die manier kun jij dus al snel direct vanaf dag één je eerste geld verdienen. Je koopt een product in met korting en je verkoopt het met de ver tegen de verkoopprijs. Hoe simpel kan het zijn? En als je denkt dat wij verkooptechnieken krijgen aangeleerd, dat is dus echt niet zo. Het enige wat we mensen leren is hoe je oprechte vragen kunt stellen zonder iets meteen te willen uh, adviseren. Want ik zeg altijd dat werkt gewoon niet als jij bij een dokter komt en die vraagt niet eens hoe gaat het met je. En je hebt last van je schouder, en die zegt. Oh, ik zet er wel even gelijke spuiten in. En dan denk je ook van: wow, dat gaan we niet doen. Nou, zo is dat ook met ons. Dat wanneer, wij, wanneer je mensen in je team krijgt. Ik was er zelf zo een in het begin die te enthousiast was. Dan wil je iedereen helpen. En dan zeg je: Oh, ik heb wel iets voor je. Dat leren we je af. Dus we leren je eerder iets af als je, dat we je iets aanleren. Wat we wel vragen is: ga oprecht interesse tonen en probeer niet. Iemand te overtuigen. Want overtuigen, dat voelt nooit fijn als je zelf overtuigd wordt door een ander. En wat je zelf niet fijn vindt, doe dat dan ook niet bij een ander, zeg ik altijd. En het mooie is, we hebben mensen binnen ons team. Ik heb een dame die is al 78, die heeft de grootste klantenkring. Ze heeft zo'n mooi netwerk opgebouwd van mensen in haar eigen omgeving, omdat ze oprecht geïnteresseerd is in die mensen. Daadwerkelijk ook de tijd wel heeft om met die mensen een praatje te maken, om een kopje koffie of thee te drinken. En die klanten, die onderhoud ze heel goed en daaruit voortkomen weer nieuwe klanten. En dat is de kracht van ons concept. Je kunt in feite overal, waar dan ook, aan mensen uitleg geven over wat ALW voor ze kan betekenen. Het is altijd grappig als ik een verjaardagfeestje heb, dan heb ik altijd een hele goede omzet. Want dan zijn ze weer bij mij en dan zeggen ze: Oh ja, ik moest nog dit hebben. Of ik wil nog dat meenemen. Heb je dat nog? En dan verkoop ik altijd producten, terwijl ik daar zelf helemaal niet op gefocust ben. Dus zo kun je met onze verschillende manieren van inkomsten dit als mogelijkheid kiezen. Heel veel mensen zeggen in het begin: Nou, ik ga echt niet verkopen. En wat is het wat ze het meeste gaan doen? Verkopen. Dat is zo grappig. Dus ik zeg altijd: Laat maar eens zien. Ik zeg niet dat je iets moet. Het is aan jou. En dan voordat je, voordat je feiten de eerste week om is, geven ze al een berichtje of appen ze of bellen ze. Hé, hey, ik heb een klant die wil dit of dat. Of heb je uitleg daarover? Wat moet ik aanbevelen? Dus dat is echt heel erg mooi. We hebben binnen onze groep ook een Facebookgroep waarin wij met het team allerlei dingen delen met elkaar. Video's delen, maar ook berichtjes, ervaringen. Dus er is zoveel voorhanden, zoveel kennis voorhanden. Dat je ook de kennis niet vanaf dag één hoeft te hebben. Maar dat je alleen maar mensen hoeft te verwijzen naar een leuke video. Naar een leuk stukje tekst. In een, in een, in een, uh, een handboekje over de producten. Dus ja, het gaat eigenlijk vanzelf. En hoe fijn is het? Ik word nog elke dag blij. Ik heb net gisteren toevallig uh, zes tubes iets verkocht. Dat is toch twee keer 63 euro. Dat is toch 123, 126 euro. Ik word er blij van. Ook al heb ik een mooi basisinkomen, ik word altijd nog blij van direct cash geld in het laadje. Dus als jij dat ook leuk vindt, dan is dit zeker interessant om eens te bekijken. En de volgende, daar ga ik zo meteen, meteen hier achteraan opnemen. Dat gaat over hoe kun je geld verdienen door anderen te helpen geld te verdienen. En dat noemen wij team leading bonus. Dat ga ik in de volgende vertellen. Dit is dus direct sales, oftewel directe verkoop. En de volgende is teambegeleiding. En daar bonus over krijgen. Ik zou zeggen, ga weer eens luisteren naar de volgende aflevering. En ik dank je wel weer voor het luisteren. En tot een volgende keer. Doei doei.